Ik moet tegen Hou. Bro, jij bent echt veel te snel. Hij is Oh, hij heeft de... Nee! Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie. Het is weer tijd voor een avatarlog. Het is mijn vierde avatarlog en het is de derde avatarlog met Sander van Gaming SB. Hallo Sander. Hallo. Ik heb er echt veel zin in. Weer een nieuwe game. Ja, ik ook. En we moeten echt proberen een keer niet Pokémon's kwijt te raken. Want oh, waren... niet. Hier komt de spoiler voor de vorige avatarlog, dus klik weg als je die nog niet gezien hebt. 3. 2-1, ja oké, nu moeten ze weg zijn. We zijn allebei gewiped bij de Pokémon League en toen hadden we geen zin meer. Ja. Alleen, vandaag, deze keer, doen we Ultra Sun en Moon, of ja, eigenlijk Ultra Moon. En we doen een randomized avatarlog. Dus we kunnen ook niet opzoeken wanneer we welke Pokémon's kunnen vangen. Dus dat wordt wel spannend. Ja, dat is wel een dingetje. Ja. Ah, de Rockruff is niet gerandomized. Nee. En een Cutiefly. Nou, wat jammer nou. Ja, dus we doen gewoon een randomized. Dat is wel nice. Ja, dat wordt echt heel ziek. Waarschijnlijk. De items zijn ook gerandomized. Behalve de items die je moet hebben, weet je wel? Ja, gewoon de key items en zo. Ja, de key items en een masterball bijvoorbeeld. Die je altijd krijgt, volgens mij die ook niet. Dat is ook wel handig. En volgens mij Dick en Teleport, de TM's, die ook niet. Oké. Zijn TM's ook randomized of zijn die wel gewoon? Ja, nee, die zijn allemaal gerandomized. Okay. Behalve Dick en... Ja, oké. Jammer dat je Hou geen naam kan geven in deze game. Ja. Nou, waarom hebben ze dat eruit gehaald? Ja, dat weet niemand. De eerste twee afleveringen zullen waarschijnlijk wel allemaal tutorials zijn. Maar dat hoort bij deze game. Ja, cool. Het klopt totaal niet met dat hun horen, want hun horen een heel ander muziekje. Maar ik zat heel mooi mee te neurien. Echt precies op. Zit jij ook al in de cutscene van Lily? Dat ze Lily is nu ziek aan het rennen bij mij. Wil je? She's speedrunning right now, denk ik. Echt, hè? Beter doet ze wel glitchless, Ja, anders zou het een beetje jammer zijn. Ja. Oh, nieuwe mannetjes. Ik heb deze game ook nog nooit gespeeld, trouwens, boys. Oké. Dan ga ik alvast één ding zeggen. Voordat we de Ulta en de Crossma battle doen, als we überhaupt zover komen, is er één ding essentieel. En dat is... Dat we fucking goed trainen van tevoren. Oké, nou. Dat is echt super belangrijk. Wow, kei mooie intro screen. Ja, die vind ik ook vet. Ik zat ook net bewonderen. Ja. 3 maanden later. Yes, hij snapt de referentie, gelukkig. Oh, we gaan... Het is wel donker. Ja, dat is nu... Oh, dat is natuurlijk omdat het Moon is. Ja. Ha, dat wist ik. Precies, Sander. Ik had de vorige keer Sun, oké, boys. Niet haten. Nee. Niet haten. Oh, en normaal doen we meestal zonder legendarische, maar aangezien dit een randomizer is, mag je gewoon met legendarische, want het is toch wel lastig om ze te vangen, zeg maar. Dus dat is wel vet. Ja. En volgens mij is route 1 in deze game guaranteed captures. Oh, boch. Het is een Meowth en mijn moeder, maar dat boeit me niet zoveel. Het is een Meowth! Het is zelfs een Cantonian Meowth. Ja, zo'n echte. Nou, zo'n wil ik echte. Niet zeggen dat Alola en Galarian niet echt zijn, maar... Ik vind die van Galar wel vet. Ik vind Berserker namelijk wel vetter dan Persian. Ja, eens. Een dikke handtekening. Een Switch ook gewoon. Yeah. What the fuck? Ja, toen was de Switch al uit, hè, toen deze game uitkwam. Ja, dat wist ik. Oh, een Poliwhirl kleed. Vet kleed. Volgens mij lopen we best wel gesynkt, Sander. En die pinserdek, dat... hè? Oh, ja, ik zie hem. Ik wil ook zo'n Poliwhirl kleed, man. Dat lijkt me echt vet. Ik ga meteen waar kan ik die kopen? Ik ga meteen mijn tech speed naar... Ik ga meteen de Switch aanknallen, Ik heb
attack speed meteen op snel gezet. Wat gebeurt hier? Waarom doet hij niks? Je moet bewegen met je pijltjes. Om op te staan. Ik hoor ook geen geluid meer. Ga je dit menen? Volgens mij loopt hij vast. Ik had nooit de switch aan moeten zetten. Ik heb tech speed meteen op fast gezet. Oké, okay, oh, dat is X natuurlijk, ja. Tech speed fast, confirm. We gaan nu waarschijnlijk niet meer sync lopen, want ik heb de hele dinges kapot gemaakt. De hele ROM, dus... Ik praatte zo net tegen de switch en toen dacht maar om. Nee, ik doe het niet meer. Nee. Ik doe het niet meer. Of course, I guess. Ik denk dat ik de foute keuze heb gemaakt. Gaat nu de game gewoon niet beginnen? Oh nee, oké. Jammer. Heb je de versnelknop wel weer uitgezet, Sander? Zeker, zeker. Okay, wat? Oh, your bag. Ik moet mijn bag pakken. Ja. Waar is mijn bag? In je slaapkamer en dan rechts. Moet ik weer helemaal teruglopen? Het is verschrikkelijk. Misschien had ik hem direct moeten pakken. Misschien is dat het. Nee, nee, je kan het niet direct pakken. Oh, oh dat scheelt. Oké. Okay. Echt, dit is wel ook deze games, terwijl ze nog helemaal niet zo oud zijn, geeft me toch nostalgie. Ja? Ja. Bij mij valt het wel mee, maar dit is ook mijn eerste keer. Dus... Bij mij is dit, hoe heet het, gewoon de Sun and Moon muziekjes, zeg maar, weet je wel. Wat, dat wij hier zo ook van tevoren zo over zouden speculeren en zo. Ja, dat was wel mooie tijden op zich. Oh, misschien moet ik niet met de tv gaan praten. De vorige keer praatte ik met de Switch, dat ging ook fout. Nee. Dus, misschien moet ik niet gewoon met allemaal random dingen gaan praten. Oh, misschien had ik hem moeten saven trouwens, nu het toch kan. Nou, dat had je kunnen doen. Nu heb ik het gedaan, dus als hij nu vastloopt, is niet mijn schuld, bro. Niet mijn schuld. Welke kant moet ik op? Links. Links en dan omhoog. En dan naar boven, ja. Ik mag zo meteen mijn starter kiezen. Hoe mijn eerste trainer? Dan hoop ik dat er een Pokémon bij zit die in mijn... Oh ja, voor mensen die een Avatarlog niet kennen. De bedoeling van een Avatarlog is... Ja, het is natuurlijk de eerste aflevering van de serie. Dus dat moet ik even niet vergeten met vertellen. Maar de bedoeling is... Sander en ik mogen... Oh, what the fuck? Oké. Okay. Mijn Jango's tegen. Niet. Ja. Oh. Sander en ik mogen niet... Van bepaalde typings mogen maken. Ja, jezus. Ja, dat komt omdat mijn knopjes zitten andersom. Dus ik moest even kijken waarom dit niet deed. Maar wij mogen van de bepaalde Pokémon mogen we bepaalde types vangen. Dus ik mag alleen maar, zoals je op het beeldscherm ziet, Ground, Rock, Steel, Fighting, Bug en Normal. En Sander mag Water, IJs, Gras, Poison, Bug en Normal. Ja. En we spelen dus randomized, dus we weten echt niet wat we tegen gaan komen. Tuurlijk. Ik dacht al van, kut, ik mag geen litten kiezen, fuck mijn leven. Ik wil dood, maar... Ik heb keuze uit Vikavolt, Wormadam en Charizard. En jij mag alleen Wormadam. Nee, wacht. Vikavolt is Buck, hè? Oh ja, ja. Vikavolt, die gaan we pakken. We gaan voor de Bug-type Pokémon Vikavolt. Okay. Verder is het gewoon een Nuzlocke. Dus als de Pokémon doodgaat, is hij echt dood. Ja. Je moet hem nicknamen. Shiny Class zit er ook. En Dupe Class ook. Dus. Dupider is Waterbug? Ja, dus die mag je. Execute mag ik ook. Oh, ik wil de Exorus, maar die mag ik niet. Nee, dat klopt. Ja, dan maar Execute. Ja, oké. Ja, die is beter dan Dupider, denk ik. Ja, Araquanid is wel echt een goede Pokémon. Ja, maar ik kan nog meer water- en bug-types vinden. En ik kan geen Psychic-type... Ja, ook vast wel, want het is een randomizer, maar... En dan is het... Het is trouwens een dragon, hè, in deze game. Gras-dragon. Oh, ja. Oh, dan is het nog beter. Ja. I chose Popplio. Nee, ik chose Execute. Ga me niet voorliegen, kutgame. Show, jongen. Nickname. Oeh, ik weet een goeie. Ik noem Omelet. Haha, nice. Vind ik een mooie. Ja, dat is ook een mooie. Ik heb mijn... Vikavolt heb ik Speedo genoemd.
Kijk. Weet je wat grappig is aan Vikavolt? In zijn tekst staat dat hij fucking snel is. Terwijl het een van de sloomste Pokémon's van de game is. Waarom? Ja, omdat de game niet spoort. Oeh, ik moet vechten tegen een... Een Mankey. Monkey. Ja. Ja, en voor de duidelijkheid voor de mensen. De Nuzlocke gaat pas in als we Pokéballs hebben. En die hebben we nu nog niet. Ja. Dat is elke Nuzlocke variant. Ja. Oeh, zo'n Makuhita, maar die mag ik helemaal niet. Dus dat vind ik... een scam. Oh, dit ziet er vet uit, jongen. In deze game. Ja, hè? Wordt het, ja, klopt. Dat hebben ze aangepast. Dat ziet er wel echt vet uit, ja, in deze game. Oké. Oeh, Uproar is vet goed. Oké, dan doen we Uproar. Die Pokéball gaan we zetten. Wow, yo. Ik word in elkaar geslagen door een... Wow, hey, Dragalge. Maakt niet uit. Ik bedoel, je kunt hem nog niet dood. Oh ja, nee, ik ging niet dood, maar ik werd gewoon aangevallen. Alsnog. Een of andere piepeeuw. Hoe weinig XP krijg ik, gast? Oh, wat... Tegen welke Pokémon speelde je? Makuhita. Oh, dat is wel fucked up dat je weinig XP krijgt. Oeh, ik heb een Moomoomilk. Ja, ja. Ik wil ook meedoen met deze battle. Er zijn toch triple battles, hè? Waarom doen we die dan niet? Ik kan jullie Meowth en Yangoose makkelijk verslaan. It's... Bitches. Wow, wat een haat. Oké, ik ga die Pokéball... Oh, misschien moet ik die Pokéball niet pakken als dat een Pokéball is. Ja, dan ben je wel dan begin met Nuzlocke. Oh, een Dartrix! Let's go! Nice. Die wil ik wel. Die is Ghost, toch? Ja, Grass the Ghost, ja. Ja, Grass, dat wist ik. Daarom vroeg ik ook naar de Ghost. Nou ja, hoe heet het? Dartrix is volgens mij nog Grass Flying, volgens mij. Volgens mij wordt, als hij evolueert, wordt hij pas Ghost. Oh. Ah. Oké, hij is asleep. Ik doe net alsof ik hem wil vangen, maar dat hoef ik helemaal niet. Bedenk me net. We hebben nog geen Pokéballs, gast. Doe even rustig. Deze boy is een vroege vogel, jongen. Ja. Direct wakker geworden. Ik moet tegen Hou. Bro, jij bent echt veel te snel. Hij is hij heeft een... Nee! Hij heeft een Mega Charizard. dit is mooi. Nou, gelukkig is... Ik ga nu ook tegen Hou mogen. Maar de Nuzlocke is dan niet begonnen, hè? Nee, gelukkig niet. Wist ook niet. Ik dacht dat hij pas veel later tegen moest vechten. Maar sowieso dacht ik ook dat we de starters ook later zouden krijgen. Maar... Zeg maar in dat stadje. Wow. Maar dat is niet. Dat is in Sunnemore. Ja, dat klopt. Ja, dat is anders. Oh, hij pakt de cutie boy. Litten. Oké, ik ben wel dood gegaan, maar dat kon ik niet die anders. Die ken ik. Even mijn Litten erbij gepakt. Ah. Nu moet ik hem terug. Alleen dat is vervelend. Dat heeft zo'n staart. En daardoor wil hij nog wel eens omvallen. Maar ik ben dus fucking hard genaaid, hè? Want Hou heeft de hele playthrough heeft die Mega Charizard. Waarom heb jij die niet gekozen? Oh ja, wacht. Je hebt geen Flying natuurlijk. Nee, en ik kon ook niet zien dat die Mega was. Oeh, hier is wel een Cradilly. En Cradilly mag ik vangen. Nice. Hij heeft Dewpider. Die andere was een Haxorus. Daar zou ik toch iets bang voor geweest zijn. Ja, ja. Daar kan ik me iets voor voorstellen. Hypnosis. Doe zo'n hypnotiseer. En dan doet hij zo van... Oké, ik ga slapen. Doei. Shitin, ja. Wat? Doe ze even rustig. Zo ga ik je nooit kunnen verslaan in die cage match. Oh, wacht. Maar Sander, ik heb ze niet gevangen. Hè? Maar, dat is waar. Trouwens, wat even goed bij te vertellen is, dan moet ik nog meteen even kijken, de abilities zijn ook gerandomized. Och? Oh, of ik heb niet? Camp. Oh, ik ga ook verliezen tegen de Dewpider. Oh nee, hij doet water sport. Ja, yes! Dankjewel. Heb je straks een Truant execute? Vandaar dat hij maar één keer in de twee turnen. Nee.
Level 6, let's go. Ik heb hem wel verslagen, die hou. Jouw heeft ook geen, Mega Charizard. Nee, maar dat vind ik ook wel terecht, hoor. Wow. Ik bedoel, dat is toch oneerlijk om direct tegen Mega te moeten. Dat vind ik wel. En we zijn ook niet routegebonden. Dat is op zich wel chill. Dus ik mag alles vinden wat ik wil straks. Even kijken. Ik ga eventjes zo'n... we kunnen natuurlijk Pokémon Refresh. Dus dat is ook super chill. Oké, Sweetville. Wat doet Sweetville? Dat doet Sweetville. Prevent itself from falling asleep. Let's go, boys. Oh, dat is best wel netjes. Die is niet slecht. Zeker netjes. Moet ik nu naar boven lopen? Ja. Je moet zeg maar naar die Tapu Koko. Oh, dat is wel gewoon hetzelfde. Ja, helaas wel. Met Nebby in de bek en dan zo boom en dan zo Spearows en dan zo jij zo. Ik val. Spearows die straks dan weer Meganiums zijn of zo. Oh ja, dat zou goed kunnen. Dat zou zo heftig zijn als het nou een Meganium is. Dan moeten we meteen stoppen, want dan wordt het gewoon eng. Ja. Dan ben je helderziend. Hey, zie je trouwens op Citra ook heel goed het verschil met dat het beeld veel mooier is dan de regular game? Tenminste, bij mij is het wel. Ik merk het niet zo op zich. Maar misschien ligt dat ook aan mij, omdat ik deze game al heel lang niet meer heb gespeeld. Dus... Ja, maar qua Dan... Ja, de Pokémon zelf zijn echt veel mooier, zeg maar, qua outline en zo. Ik zou erop letten. Misschien als ik er nu op ga letten, dat ik denk, oh ja. Maar ja, dan is ook maar de vraag of het echt zo is, of dat is omdat me dat verteld is. De eerste Sparrow is een Frillish. Doe eens even rustig, man. Zover ben ik nog helemaal niet. Begint het nou al? Nee, wie gaat het weer moeilijk doen? Ik bedoel... Allebei. Hoe heet ze? Lily. Ja, wel Lily. Ja, zie je wel. Ik heb nou al het gevoel dat deze Vikavolt het niet lang gaat overleven. Waarom zo'n haat naar Vikavolt? Nee, dat het is een last evolution bug type. Dat is early game altijd vet goed. Deze bug type is normaal pas heel laat in de game. Dus deze bug type is wel iets beter dan een Butterfree als het goed is. Ja, dat maakt het zeg maar nog beter. Ja, maar voor mijn gevoel is hij heel frail of zo. Ja, ik denk dat zijn defenses wel niet zo volgers zijn. Maar hey, we zullen het zien. I'm not the trainer. Waarom heb je dan een fucking Cosmog? Laat hem dan met de rust. Oh, nee. Of je moet zo'n Pokémon Ranger zijn. Dat je zo met zo'n loop en dan... Oh, Pachirisu. Yeah. Oh, moet je tegen Pachirisu? Ja. Oh, nice. What the fuck. Deze gast gaat eraan. Uproar. Kijk, Uproar is chill dat het zoveel damage doet. Alleen het is ook best wel scary, want ja, het gaat 2 keer achter elkaar. Of meer. Oh, nee. Nee. We hebben nog geen pokeballs, hè? Nee. Nee, oké, want hij doet mogelijk Unleashed Energy. Oké, en dat is? Ja. Oh, ik kreeg op 1 HP. Dat is, als jij hem dan attackt, dan doet hij dubbel zoveel terug. Oh. Dat is Bite. En dan Storing Energy en dan Unleashed Energy. Boeio. Ja. Nou, Lily, laat me wat uit. Maar ik heb hem wel verslagen op magische wijze. Ik leef wel echt op 1 HP, maar... Dat is altijd tegen wie moest jij dan? Tegen Frillish. Oh ja, dat zei je ook. Oeh, kon je die wel verslaan? Ja, want ik heb Bite en Frillish is Ghost. Ah, dan was het super effective jezelf. Yep. Hey Cosmog, waarom doe je nou zo moeilijk, hè? Ja, Dit maakt de tutorial 3 keer zo lang. Ja, hij kilt je gewoon bijna. Hij gooit je gewoon van die brug af. Dat ook nog eens. Koekoei, geef mij eens pokeballen. Dan ga ik even een
in route 1 hopen dat er een goede Pokémon is die je kan vangen. Waarom besloot Tapu Koko niet eventjes 3 seconden eerder te komen? Dan had Cosmog niet zo gedaan, zo van boom, ik maak je dood. En dan waren de Spearows weg. Precies. I fixed it. Ja, nou, dat was de serie. Ja. Nee, maar we moeten nog weten hoe we hallo zeggen. Ja. Yeah. Dat hebben we nu nog niet gehad natuurlijk. Nee, dat is waar. Dat is natuurlijk super belangrijk. Voor dat kan de serie echt niet stoppen hoor. Ik moet weten hoe ik hallo ga zeggen. Oh, wat een prachtclip was dat. Ja. Yeah. Sparkling Stone, let's go. Ik heb een Pokédex gekregen. Oeh, zo'n echte. Ja, zo'n echte. Zo'n Galar of... nee, Alola, kut. Ja. Ik moet wel zeggen, ik vind Alola best veel vette Pokémon hebben eigenlijk. Nou, dat is mooi, want die game spelen we. Ja, ja. Toevallig. Ik vind het beter dan Kalos. Dat snap ik wel dat jij dat zegt. Hoezo? Omdat je zoveel Pokémon's doodgingen vorige... Maar dat waren niet eens allemaal Kalos Pokémon. Oh, je bedoelt dat. Ja, oké, okay, nee. Ja, dat snap ik vind de Pokémon in Kalos gewoon... over het algemeen een beetje moi. Oké. Dat kan. Oh, het is de boy. De Kahuna. Ja. Ik weet niet meer hoe die gast heet. Hala. Nou, daar zijn we nog. Oh, ik heb mezelf trouwens nu Gaming SB genoemd in plaats van Sander. Hoe durf je? Omdat ik moest dus mijn ding opnieuw opstarten. En, oh, ja. En ik zie er anders uit, mijn trainer. Tjoe, joh. Ja, dat komt omdat ik A aan het spammen was. En toen... Oh, wacht. Nu zie ik er anders A boeien. Oh, ik heb zo'n Rotom gevangen. Een Rotom gevangen? Of is dat niet hoe dat werkt in deze game? Ik vind dat wel. Als jij een Rotom dex hebt, vind ik het Rotom ook gewoon direct in je dex moet zitten. Maar je hebt Rotom nog... Of je hebt alleen nog maar de buitenkant. Hè? Je hebt de Rotom zit er nog niet in. Oh. Maar hoe werkt Pokédex zonder een Rotom? Niet, denk ik. Ja, dat zou ik ook denken. Maar waarom krijgen we hem dan als hij niet werkt? Omdat je die straks moet gaan halen. Oh, oké. Okay. Maar we gaan eerst naar route 1. Wat een gelul allemaal. Jongen. Oh, gaat die Cosmog weer, hoor. Oh, en Kakui zit gewoon te lachen. Nee, is niet grappig. Die Pokémon moet gewoon opgevoed worden. Kukui gaat nu bij mij laten zien hoe je een Pokémon vangt. Oh, dat is... Oh ja, hoe werkt dat? Dat weet ik namelijk niet. Ja, dat is niet gerandomized. Ik vroeg me af of dat gerandomized was. Ah. Nee, ik heb nog niet 100 andere Pokémon games gespeeld of zo. Dus ik weet niet hoe dat werkt. Ja, maar Sander, dat weet de game toch niet? Nee, maar dat kunnen ze wel vragen. En dat je dan kunt skippen misschien. Ja. The next day. Oh, het is dag! Huts. Een pocketbal gooit hij. Zo'n rooie. Is dat nu dag om 50 pokeballs, holy shit. Waarom? Oh, ik denk, waarom kan ik niet lopen? Loopt hij nou alweer vast? Maar Kukui stond in de deuropening. Want we doen niet aan kloppen in deze game. Nee. Leuk feitje. Dat klopt. We doen wel aan hallo zeggen. Ja. Nee, nu nog niet, want dat hebben we nog niet geleerd. Oh ja. Oké, ik heb pokeballs gekregen. 10 pokeballs. En 5 potions, holy shit. Moet ik nu naar rechts? Ja, daar staat Kakui, nevermind. De Nuzlocke is voor mij begonnen. Hoe spannend! En Tangela, die mag ik niet vangen. Oef. Ja, ik wel. Dat klopt, ja. Oeh, zo'n Grubbin. Oh, wacht. Sorry, dat was expres.
Dat wist ik natuurlijk al van jou dat hij niet gerandomized was. Dus ik ging eventjes pranken. Oh, dit is echt kut. Vikervolt is zo sloom dat hij niet eens weg kan rennen van een Tangela. Oef. Ja, dat is een understatement. Gooi zo'n potion. Nee, gooi zo'n pokeball. Ja, ja, ja. Oeh, een Cranidos. Die mag ik. Deze gast is rich boy. Hij heeft gewoon 50 pokeballs. Ja, echt hè. Hoe hou je dat allemaal in je broekzak? Magie. Ja, echt hoor. Ik heb een... Ik ga een Cranidos vangen. Zit Critical Capture in deze game? Ja. Ja, toch? Ja. Ik dacht ook dat hij dat deed, Critical Capture, maar dat was niet zo. Nee, bij mij shakte die 3 keer. Ja. Maar het leek wel op zijn gooi, hè? Tenminste, dat vond ik. Ja. Ja, nou, dat is me niet zo opgevallen eigenlijk. Maar ik zeg gewoon ja, oké? Okay? Ja, nee, ja, vond ik ook. Ik heb een Cranidos. Oh, dit ziet er heel erg uit ook. Alsof je iets heel speciaals hebt gedaan. Maar je hebt gewoon een pokeball gevangen. Dat klopt, ja. Gorobis, let's go. I'm gonna fang you. Like a water type. Gorobis. Oh, die is wel nice, Gorobis. Hoe Whirlpool? Doet niet veel waarschijnlijk. Nee, not very effective. Top. Oké, doe zo'n hypnosis. Oké, dan doen we zo'n... Ho. Oh ja, ik raak natuurlijk de hele tijd grip bij die dinges. Bij die whirlpool. Dat is kut. Barrage avoided? Deze man. Gast. Doe even niet. Fast asleep. Oké, deze gast blijft wel eventjes slapen. Dat is mooi. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Ik kan zo goed zingen. Oh. Ga kijken of er nog meer coole Pokémon zijn in route 1. Want het is toch Critical Capture. Of ja. Toch... Oh! Het is Guaranteed Capture. Ja, waarom zit ik hem dan te verzwakken? Ja, dat weet ik niet. Al die moeite voor niks. Dat is... accuraat. Maar is dat in heel route 1? Ja. Ik dacht alleen First Encounter in route 1. Nee, heel route 1. What? Oeh, een Esper. 1. Die mag ik niet. 2, 3. Ik weet ook niet waarom ik tel, want het is dus Guaranteed Capture, maar dat boeit niet. Oh, die Dartrix kan ik dan ook vangen, want dat is ook Guaranteed Capture. Ja, maar dat is volgens mij route 2, waar je die tegenkwam. Oeh. Oh, ik weet hoe ik deze ga noemen. Oeh, deze mag ik ook vangen, Bunnelby. Aangezien het een beetje slangachtige vorm heeft, noem ik hem natuurlijk een tuinslang. Aboom. Welke Pokémon? Gorobis. Oh, oké. Slang? Oké, ja. Ja, hij heeft een beetje slangachtige vormen. En hij is water, dus dan moet het wel een tuinslang zijn, toch? Oké. Weet je welke Pokémon ik heb gevangen? Dat ga je me nu vertellen. Molkonijn. Bunnelby. Ja. Yeah. Ja. Melamar! Oh, dat is zeker... Dat is Dark en... Spykick. Haha, dat deed je expres. Jullie deed je dat expres. Wat denk jij dan? Ja, dat naar Paddy. Even kijken welke item hier ligt. Oh, een ring target. Okay. Maar deze gas mag ik dus niet vangen. Nee, die is dark psychic, dus nee. Nee. Oeh, een Vanipede, die mag ik ook al vangen. Oeh, ik moest voor hem caren. Voor mijn dingetje. Oh, dat komt waarschijnlijk omdat mijn dingetje asleep is. Ja, oh, je dingetje. Ja, die dingetje is altijd. Ja, die dingetje is altijd asleep. Het weet ik nooit niet mee. Oeh, Altaria, dat is normal. Oh nee, dat is Dragon Fairy zeker in deze game. Wie? Altaria? Altaria. Altaria is niet Dragon. Die is volgens mij Dragon normal. Toch of niet? Of hadden we die discussie de vorige keer ook? Ik weet het niet meer. Zoek het even op. Is niet Altaria Pokémon. Is alleen niet Mega Fairy? Dragon Flying. Ah, dan mag ik hem ook niet. Flying, ja. Mm. Nou, dan ga ik runnen. Dan hoef ik jou niet. Puh.
kom hier even. Oh, nou, ik dacht echt eventjes die mag ik vangen, want die is normal, maar... Dat is alleen zwart blue dan. Oeh, Pharaoh Seed, die mag ik ook vangen. Dat is een steal. Ik ga deze vangen, maar... Ik ben er niet tevreden mee. Ah, je kan ook wat in je box doen, hè. Dat doe ik ook namelijk. Het is toch guaranteed capture, dus. Ja, ik weet al hoe ik hem ga noemen. Ik noem Galarian, omdat die vorm wel cool is. Nu moet jij raden welke Pokémon het is. Meowth. Nee. Dixagoon. Oh. Een zigzaggoon. Galarian. Ja. Waarom vang ik allemaal meisjes? Ja, ik weet het. Ik ben zo'n vrouwenmagneet. Dat weet ik natuurlijk wel, maar... Dat is ook zo niet waar ook gewoon. Dat maakt het nogal meest cringe. Dat klopt, ja. Hey, zullen wij dan... Minder asleep. Hoe doe je dat ook alweer? Zullen wij voordat we de eerste trainer gaan doen deze aflevering beëindigen? Waar is de... De eerste trainer? In deze route. Healing status conditions. Hoezo werkt het dan niet? Wat ben je aan het doen? Healing status conditions. Ja, maar... Heal, bitch. Wat ben je aan het doen? Ik ben het sleep aan het healen van Gorbis. Ja, I did it. A boom. Okay, ik ben master. Ben je dan klaar om de aflevering te beëindigen? Ja, vooruit. Voor jou. Dat werd tijd. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet Sander's kanaal te checken. Ja. En zijn jullie hopelijk de volgende afleveringen weer bij de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatar Lock. Tot de volgende keer. Adios, amigos. Doei.